Mijn naam is Jelmer, ik ben 20 jaar en ik heb een goedaardige hypofyse tumor gehad. Dat betekent nu dat mijn hypofyse kapot is. Eigenlijk is dat computertje dat een groot deel van de hormonen in je lichaam aanstuurt. En dat ik verschillende hormonen van buitenaf moet slikken. Ik chronische vermoeidheid heb, hersenletsel en overwicht. Voor mijn operatie was voetbal eigenlijk mijn lust en mijn leven. Niets hield me tegen, zonder problemen kunnen rennen. Het was best wel lastig om daar afscheid van te nemen. Wat ik uit sport haal is voor mij vooral zelfvertrouwen. Door mijn beperking moet je een andere vertrouwensband gaan opbouwen met je lichaam. Dus moet je opnieuw je lichaam leren vertrouwen. En dat doe je eigenlijk enkel en alleen door sport. In die zin zou mijn doel zijn om een sport te vinden die mij diezelfde voldoening geeft als dat voetballen voor mijn operatie. En dat wil ik gaan behalen door van verschillende sporten te proeven en te kijken welke best bij mij en mijn beperking past.